kijkt naar deze allereerste vlog van de Wimcard van dit seizoen. Ik ben Regina en jullie gaan mij sowieso vaker zien. Vandaag hebben we onze try-out en wat dat precies inhoudt is vanaf september al bezig met een nieuwe show. En ik ga dus eindelijk laten zien aan het publiek, want we moesten dat allemaal geheim houden en zo. Vanaf vandaag hoeft dat niet meer. En volgende week hebben we onze eerste wedstrijd in Drachten. Dus dat is ook heel spannend, maar sowieso heel leuk. En wij nemen jullie vandaag weer mee. Rappapa, rappapa. Wow! Leuk. Het gaat heel langzaam. Ik ben nu net aangekomen. Ik moest eerst nog even werken. Het is half één. Oh, het is half één. Maar het is half één en we zijn nu in de sporthal. Hun hebben net getraind. En ze hebben nu een pauze en we gaan straks nog even doortrainen. En wij zijn nu aan make-uppen. Zij heeft haar wimpers al gedaan. En hier wordt haar gedaan. En er wordt van alles hier gedaan. En de open is hiernaast aan het trainen. Daar gaan we straks even een runstip van zien. Net hebben wij al getraind. En even een voorbereiding voor vanavond. We zijn nu even aan het kijken bij de open. Hier. Ik heb alleen mijn make-up nog niet op gedaan. Goed. Het ziet nu een beetje crazy uit. Op dit moment zijn we in Laar nog steeds mijn make-up niet gefinished. Daar had ik gewoon helemaal geen tijd voor. Dan wie zwaaien we? Met de kamer. Hi! Ik zit nu in de haar. Ik heb mijn make-up al gedaan. En ik ga wimpers plakken. Het is nu nog 20 minuten hoor ik net. En dan gaan we vertrekken richting mijn naam. En dan begint daar de chaos. We zitten in de auto met de kar. Dus als we, je ziet het niet, maar als wat misgaat, dan... Ja, we moeten gewoon weer rollen. Ja, ja oké, dan zijn we dood. Ik heb er zin in, maar wel een beetje spannend. Ben jij een beetje zenuwachtig? Nee. Oh. Leuk voor vlog als ik ja zeg. Ja, doe maar zeg maar ja. Ja, ja. Ja, dat snap ik. We zijn in de sporthal! Woehoe! Goedemorgen, het is vandaag 13 januari om ongeveer 7:45. Dat is vandaag contest Drachten, dus wij gaan vandaag naar Drachten toe. We gaan eerst even trainen, we moeten daar om 7:45 zijn en we beginnen om 8:30 tot 11 of zo. Ik neem jullie weer gezellig mee. Hallo, we zijn net aangekomen. Bij de sporthal, we gaan lekker trainen. Iedereen staat hier al, want blijkbaar is de deur nog niet open. Iedereen is blijkbaar heel enthousiast. Maar het is vroeg, dus ik niet zo. En haar en wat moet doen. Dat is het schema, dus ik hou jullie leuk op de hoogte. Hallo, ik moet even een beetje zachtjes doen, want de open is aan het trainen. Wij zitten hier voor de make-upjes. Hoe laat is het nu, jongens? 11:15 en wij gaan rond 1:15 weer weg. Ik en Esmee sowieso moeten naar Drachten vast, omdat de kinderen daar alvast zijn. Dus, ja. Oké, ik ben even verhuisd naar de kantine, want Victoria gaat mijn wimpers gaan doen, want dat kan ik zelf niet.
En het is nu, kijken, 12 uur. En ik kan het niet. Oké, wij zijn nu onderweg met Drachten. Oké, we zijn hier nu op de inlaatlocatie. Zo, dat moest ik even nadenken. En we zitten hier met onze camera, allemaal ons materiaal en zo. En props. En alles. We moeten hier even wachten, want het is echt koud. Ik zit alleen in mijn jackie. We zijn er! Yeah! Woehoe! Hebben jullie er zin in? Ja! Na de tijd hebben wij voorbereiding voor onze show. Ja. De minis waren tweede, de kids waren eerste, de teens waren vijfde, de cadets waren vierde. Maar door twee promoties in de cadetklas zijn ze tweede en derde. En de junior waren zesde. Dus allemaal super goed gedaan, de punten ook. Dus we hebben ook heel veel van de jury goed commentaar gekregen, daar zijn we echt super blij mee. Nu gaat Evelien mijn haar nog even in een knotje doen. En daarna hebben wij het kleedkamer moment. En dan begint de voorbereiding voor onze show. Laten jullie hopelijk wel weten hoe het ging. Oké, wij zijn nu net klaar met onze show. Veel mensen die waren niet heel erg tevreden, maar gewoon een paar persoonlijke foutjes. Maar weet je, overal was het best wel een stabiele show, dus daar zijn we allemaal best wel blij mee. En zulke shows gebeuren nu dat het gewoon even niet te vibe is. We zijn nu aan het wachten voordat het open komt en we moeten ook even helpen met de vloer. Oké, we zijn op dit moment bij de refeed. Hi. En dit is bij het rijk, dus meteen wachten voordat we op mogen. Uitladen. Inladen. En dan moeten we straks nog uitladen. Bedankt voor het kijken. En doe zeker een duim omhoog. Als je nog meer vlogs wil zien, want dat komt. Dat kan! Dat komt abonneer. Jouw richting op. Abonneer. Abonneer. En reageer ook als je het leuk vindt. Zeker doen. Doei! Doei! Ja, dit is nou niet zo Hey, dit is niet hoe het werkt.